Vandaag gaan we de damwanden verwijderen, waardoor de nieuw aangelegde haven verbonden wordt met het kanaal. En dat is een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van de nieuwe binnenstad. Als de damwanden verwijderd zijn, dan gaan we de bestrating verder afmaken. En dan hoop ik dat we binnenkort in het voorjaar ook het kunstwerk kunnen gaan plaatsen. Dan moeten de bomen nog worden geplaatst, de verlichting moet nog worden geplaatst. Dus er moeten nog wel een aantal belangrijke stappen worden genomen. Maar we vonden deze stap zo belangrijk dat we dat toch wilden markeren. Wanneer gaat u in dat het hele project klaar is? Inclusief bomen en verlichting begin volgend jaar. Bekend is dat de gemeente Almelo 3 ton op jaarbasis bijpast bij de inzameling van het oud papier. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind dat doodzonde van het geld. Ik vind dat weggegooid geld. Het is vroeger bij de verenigingen weggehaald onder bepaalde argumenten. En vervolgens zie je gewoon dat eigenlijk zeg maar, het is een kip met het gouden ei zeg maar, voor Twente Milieu. Maar de gemeente doet er elk jaar ongeveer 270.000 euro moeten gewoon bij. Dus het is gewoon elk jaar een zwaar verlies. Dus wat mij betreft gaat oud papier gewoon terug naar de verenigingen. We zijn op de eerste plaats afhankelijk van de marktprijzen met het oud papier. En daarnaast hebben we te maken met het serviceniveau. We hebben op dit moment in Almelo te maken met huis-aan-huis inzameling met mini-containers. En ook via ondergrondse containers. En ja, dat kost gewoon geld. Als je dan kijkt naar de begroting, dan zie je inderdaad dat de kosten die we moeten maken voor het oud papier niet worden gedekt door de opbrengsten die het oud papier genereert. En dan lijkt het als je naar de begroting kijkt dat daar een gat van nou om en nabij 300.000 euro in zit. Maar we moeten uiteindelijk kijken wat de opbrengst uiteindelijk betekent. En dan kan je pas zien of daadwerkelijk het bedrag dat we moeten bijpassen op die 3 ton uitkomt. Welke partijen zouden hier iets kunnen betekenen? Ik denk bijna alle partijen in Almelo nu dat ze dat weten. Dus is het tijd voor een motie? Waarschijnlijk wel, ja. En u gaat misschien die motie indienen? Dikke kans dat dat gebeurt met het perspectief Noord-A. Het wordt steeds lastiger om zo'n systeem met vrijwilligers stadsbreed gerealiseerd te krijgen. Vervolgens zie je ook dat, kijk, op het moment dat je dat zou gaan doen, dan heb je dus naast die vrijwilligers die je dan stadsbreed nodig hebt, ook een insteek vanuit inwoners nodig dat zij de bereidheid hebben om het dan ook te gaan wegbrengen. En daar wordt die wel interessant, want op het moment dat mensen denken van ja, maar dat wordt wel ingewikkeld, ik stop het gewoon lekker in mijn restafval. Ja, juist die hoeveelheid restafval willen we de komende tijd substantieel laten afnemen. Dus dan ga je eigenlijk het paard achter de wagen spannen. Welke partijen zouden hier iets kunnen betekenen? Ik denk bijna alle partijen in Almelo nu dat ze dat weten. Hoe je het went of keert, bij de inzameling van oud papier door de gemeente Almelo moet altijd geld bij. Ja, het is nooit het uitgangspunt geweest, ook niet in vorige collegeperiodes, om het oud papier kostendekkend te laten draaien. En op dit moment is dat het nu ook niet. Dank u wel voor dit commentaar. Graag gedaan. Wanneer ben je aan de inrichting van deze tentoonstelling begonnen? Ja, we zijn ongeveer een maand geleden begonnen. En dat is een hoop werk geweest, moet ik zeggen. En het hoogtepunt was wel het ophangen van het, zeg maar de achterwand. Die is toch 3 x 6 meter en dat is een behoorlijke hoeveelheid. Dat is vliesbehang, die hebben we opgehangen. Daarnaast hebben we een hele mooie grote foto van de rellen in Almelo. En de rellen in Almelo, dat was in 1968. Dat was dan tussen de, zeg maar, de vatjes en de vetkuiven. Toen dacht ik bij mezelf, is heel belangrijk. Toen ben ik naar huis gegaan, heb een fotostel gehaald. Toen ben ik naar Boom gegaan om daar een kleurenfilmpje te halen. En daar heb ik de opnames van gemaakt. Als ik het over mensen heb, dat jullie trots zijn op dingen en dat jullie er trots op mogen zijn. Ik begrijp dat tukkers zijn er ook heel nuchter in. Dus die denken meteen van, nou nu is het wel welletjes, ga maar lekker door. En ik wil dan ook heel graag het woord geven aan Bert Hummels. Waar ben je, Bert? Ik hoop dat jullie zelf nu ook alle herinneringen weer terugkrijgen. Want ik heb zelf bij die twee exposities
zoveel dingen gezien, zoveel mensen gezien. Dat ik voelde me oud dat het zo lang geleden is, maar jong omdat ik het haast weer opnieuw leek te beleven. En ik hoop dat jullie dat ook hebben. En mocht je ideeën hebben voor de komende expositie, hoor ik dat graag. Veel plezier. Ik zie net links hier de rally in het centrum van Almelo. En daar was ik ook bij, daar had je dus de witte fietsen en de lange regenjassen aan. En dat was dus de vetskuiven tegen de provo's. Nou, niet dat we aan het vechten waren, maar wel dat ik voorop liep. Dus het was allemaal wel heel spannend en dus wel beurs meegemaakt. Want je ging je een beetje afzetten, hè, tegen alles. Dus alles wat eigenlijk in onze ogen niet goed was. Dus daar gingen wij voor strijden. Found my thrill on Blueberry Hill. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock together. I lost my baby. Baby, I almost lost my mind. Rijn Kram, een expositie in het Huis van Cultuur Naar Nu en in het Stadsmuseum Almelo over de beat en de rock in de jaren 60, 70. Dat moet jou enorm aanspreken. Ja, natuurlijk spreek ik me dat enorm aan. Want ik al zei, er is zoveel gebeurd in de 60e jaren. En met al die groepen, maar ook die bands uit Engeland. Dat had zo'n impact ook op ons. Dus wij zijn ook begonnen toen. Lekker die muziek maken was geweldig. Heerlijk om te doen. Je kwam erbij. Wie zaten er allemaal in de Humbugs? Gerrit van Huizen als gitarist. Heintje Hengst was toen de bassist. Was toen de vriend van Gerrit van Huizen. Jan Toren, die drumde. En ik kwam erbij als zanger. En later kwam Freddy Boks er nog bij. Dat was een toetsenist. Ja, die is helaas te jong overleden. Was een geschoolde pianist. Hartstikke leuke gozer. Hartstikke jammer dat die er niet meer is. Maar we hebben ontiegelijk genoten. Jullie traden op als band met een echte fanclub. Ook met een band die het eerste plaatje uitbracht. Dat klopt. We waren de eerste band in Almelo. Ze hebben ons er thuis uitgekozen om een plaat te maken. Nou, dat was geweldig, want ja, er waren zoveel bands. En als je dan als band, als Humbugs, uitgekozen wordt om een plaat te maken, dat was super. Maar ook, dat was een hele belevenis. Ook in de studio, in Heemstede. Geweldig, geweldig, geweldig. Wat hebben wij genoten? A Little Bit Time. En de andere nummer was? Going Home, Little Girl. Allebei door jou gezongen. Weet je nog wat jij op het eind van een optreden in een zaal altijd riep? Vertel. Laatste nummer, Naked Woman. Hoe heette dat ding, zeg je? Laatste nummer, Naked Woman. Naked Woman? Oh ja, nou, dat weet ik niet meer. Maar het kan best zijn, want ik was gek op Naked Woman. Betekent dat jij die tijd heel bewust hebt meegemaakt? Heel bewust. En dat was hartstikke mooi. Wat ik net al zei, ik heb zo genoten. We hebben dat bewust meegemaakt. Dat was een super tijd. Lekkere muziek, maar een zoveel bandje, ook vanuit Engeland. Ja, dat sprak mij enorm, enorm aan. Dan zijn de Humbugs op een gegeven moment, houden er mee op. En dan kruipt bij jou het bloed waar het eigenlijk niet gaan kan. Ja, dat zeggen ze, bloed kruipt waarin je gaan kan. Dat muziek dat zit erin, dat is een virus. Ik kan niet zonder muziek. Dat is... Waar ging jij toen naartoe? Wat zeg je? Waar ging jij toen naartoe? Ik ging naar de Spurs toe later. Dat was de manager Henry Oosterdorp. Die zat al aan me te trekken toen ik nog in de Humbug zat. Maar dat wilde ik toen niet, want het waren gewoon hartstikke lekkere muziek. De Spurs was in de tijd wat rustige muziek, tammer, maar wel goed hoor. Maar ik vond de Humbugs gewoon wat fijner, wat rauwer. En dat sprak mij meer aan. Later toen ik naar de Spurs ging, toen de Humbugs niet meer bestonden, zijn we ook overgegaan naar wat andere muziek. En dat was geweldig, ook wat rauwer. Want dat sprak mij ook meer aan, anders was ik er niet naartoe gegaan. Nu zitten we op 4 oktober 2019. En zo dadelijk ga jij weer optreden met diezelfde Spurs. Jazeker, er zijn wel andere collega's. Maar we zijn nog steeds doorgegaan met de Spurs hoor. Bert Bokhoven was destijds nog de oude Spurs, die deed ook mee. Maar ja, die wordt een beetje doof. Je kan niet veel meer horen. Dus Bertje die speelt niet meer. Dat was destijds de bassist.
Dus daar zijn wel andere muzikanten bijgekomen. En dat gaat geweldig zo. Super. We gaan straks met plezier naar jou luisteren. Dat is hartstikke leuk. Ik zou zeggen, geniet er lekker van. Wat is hier aan de hand, dames? Hebben jullie het oogstfestival? En wat stelt het voor? Nou, wij hadden een moestuin en die is volgepoot met aardappels dit jaar. Ook voor, om de grond in orde te laten komen voor het nieuwe seizoen. En die aardappels werden geoogst en zeiden, gaan we ermee doen. Nou, een festival houden. Nou, dus er zijn allerlei dingen te proeven van aardappels. Nou, superleuk. Hoe lang hebben de aardappels in de grond gezeten? Nou, we hebben ze dit voorjaar gepoot. Aardappels dragen één jaar. Voorjaar poten, in de herfst oogsten. Je hebt vroege aardappels, late aardappels. We hebben 6 soorten. En volgens mij wordt hier van alles gemaakt van de aardappels. Ja, er is patat, er zijn chips gemaakt, er worden aardappels gegrild, courgettes gegrild, want die hadden we ook in de tuin. Vertel eens, wat ben jij? Een leeuw. Ja. Vind je het wel leuk hier? Had je niet veel liever achter een computerspelletje gezeten? Nee. Dit is wel heel gezellig, hè? Mooi hoor. Dames, hebben jullie het alleen georganiseerd of hoe gaat dit? Met alle vrijwilligers van het Doepark. We zijn vanmorgen om 9:00 begonnen, tenten opzetten, kramen opzetten. En het is super hoe enthousiast iedereen is. Ja. Alles wat we vragen, van iedereen wil van iedereen alles helpen. Ja, en we hebben dus van alles overal vandaan gehaald. Kramen moesten gehuurd, tenten. Iedereen haalt het op, komt met aanhangers. Dus het is fantastisch. Ik loop even naar de jongelui van de jongerenraad. Hallo, vertel eens, wat doen jullie hier allemaal? Ja, we zijn aardappels aan het snijden, we zijn chips aan het maken, we zijn patat aan het maken. Prachtig, en wat is jullie naam? Stel jullie even voor. Ik ben Jarne. Kian. Anner. Nienke. En wat geweldig dat jullie dat allemaal doen. Gaan jullie allemaal patat maken of doen jullie allemaal wat andere dingen? Wat doe jij? Ik doe de sminkraam controleren. Ik loop gewoon rond en help hier en daar. Ik doe hetzelfde. Ik heb de optredens geregeld en ik sta bij het aardappelstempelen. Nou, complimenten voor jullie. Zo jong en dan al zoveel hooi op je vark nemen. Fantastisch. Annelie, kom op. Een momentje. Even opname maken. Doe je even een goed shotje dat hij hem... Ja. Wat zie ik? Nou, de pannenkoekenbakker eet zijn eigen pannenkoeken op. Uiteraard. Mijn vrouw bakt de lekkerste pannenkoeken van de hele wereld. Is dat zo, mevrouw? Dat is echt zo. Het ziet toch ook heerlijk uit? Dat dacht ik. Ik zal nu een hap nemen. Heerlijk. Ik zie het. Ja hoor. Ja, hij is een bruin. Hij is een bruin. Mocht iets van mama? Wel! Nu is het niet alleen een hobby meer, hè? Nu is het geen hobby meer. Nee, het is nou echt dat ik heb besloten om van hobby werk wil maken. En ja, nu ben ik gewoon op een gegeven moment een stap gezet. Van ja, we gaan beginnen. En toch doorgezet alles. En geprobeerd om toch van elkaar kunnen krijgen alles. Was niet makkelijk? Ja, er zaten heel veel haken en ogen aan om het allemaal voor elkaar te krijgen. En ja, om toch een winkel van te maken. En ja, dat in, uiteindelijk is dat toch gelukt. Ja. Dus ja. En hoe is het met de klandizie?
Ja, dat allemaal goede positieve reacties van de mensen allemaal. En begint allemaal gewoon te lopen nu. Dus, waar kunnen ze je vinden? Aan de Nieuwstraat nummer 78. Ting over de Molen. En daar heb ik de winkel. Heb je dat nou gekozen, die Nieuwstraat, omdat je er woont? Of dat je dacht van nou, het is een mooie straat? Nee, we zijn hier naartoe gaan verhuizen. En op een gegeven moment hadden we zoiets van ja, ik had ruimte hier achter het huis. En ik had andere hobby's met auto's. En kon ik gewoon de schuur achter het huis zetten. En zo is het op een gegeven moment gekomen, zeg maar. En toen hadden we zoiets van ja, de schuur voor hadden we staan. En ik had zoiets van die wil ik uitbreiden naar meer. En toen hebben we dat groter gemaakt, zeg maar. En geïsoleerd helemaal. Dus en daar de vissen begonnen. Ja. Wat voor vissen heb je? Alle tropische vissen. Echt van allerlei vissen voor de vissen, voor aquariums. Malawi, cichliden, alles heb ik op zich. Voor de gezelschapvissen heb ik allemaal. Voor de bakken en ja. Nou is het natuurlijk zo dat mensen veel met via internet kopen, hè? Hoe is dat hier? Ja, internet kopen kan niet. Nee. Tenminste niet bij mij. Want ja, vissen op de post, ja, dat gaat gewoon niet. En die doe ik gewoon, daar moeten ze echt voor komen. En ze hebben wel eens de vraag van, god, kun je het opsturen? En dan zeg ik van, ja, dat gaat niet. En daar ga ik ook niet aan beginnen. Okay. Ja. Nee, ze komen gewoon vanuit Arnhem overal. Als ik bepaalde vissen heb, die komen ze gewoon ophalen. Ja. Want je kan ze nou gewoon direct meenemen, hè? Ja, je kunt ze gewoon direct meenemen. En dat is gewoon het voordeel. Dus ze komen uit het hele land? Ja, als je de goede vissen hebt en apartere soort vis, dan komen ze wel voor, ja. U heeft onlangs een boek geschreven, Almelo, ik heb je lief, dat is de titel. Hoe is dit boek tot stand gekomen? Almelo, ik heb je lief, heb ik geschreven, omdat heel veel Almelo's de mooite van hun stad niet zien. Als ze omhoog kijken, niet de mooie gevels en altijd negatief zijn. Vandaar dat ik dat boek wilde schrijven. En wat staat er precies in het boek? Er staan gedichten over de mooie plekjes in Almelo en columns van mijn zoon Michel die de geschiedenis beschrijft van de mooie plekken en de gebouwen die er allemaal te zien zijn. Kunt u een mooi voorbeeld geven? Onder andere het station wat iemand niet als bijzonder ziet van hoe Almelo verbonden is met de buitenwereld. En het mausoleum van de graaf bijvoorbeeld, wat heel veel mensen niet weten te vinden. Het boek staat vol met dit soort voorbeelden. Staan er alleen maar gedichten in? Nee, er staan ook columns in. Bijvoorbeeld over het wetshuis, wat daar allemaal gebeurd is en hoe oud dat is. Dat zelfs de Fransen hier zijn geweest met Napoleon. Over de oorlog, dat je de SD bijvoorbeeld aan de Bonse Straat heeft gezeten, wat daar allemaal is voorgevallen. Wat heeft u met Almelo dat u zo'n boek heeft geschreven? Ik ben geboren en getogen en ik ben trots op mijn stad. En er is zoveel moois te zien hier, maar dat wordt haast niet gezien door de Almeloer, die heel negatief tegen de stad kijkt. Wat ligt er aan de basis van die trots? Ja, er zijn zoveel mooie plekjes. Dat vind ik prachtig. En ik vind inderdaad ook, we mogen trots zijn op onze stad, omdat je heel veel ouds nog hebt, maar ook heel veel nieuwe dingen erbij komen. U heeft niet alleen Almelo, ik heb je lief geschreven, u heeft meer boeken geschreven. Ik heb gedichtenbundels geschreven. Ik heb een boek over Heracles geschreven waarin mijn herinneringen staan. Ik loop daar meer dan 40 jaar. En ook ons hele gezin is betrokken bij de club. Ik heb het zwart-witte shirt geschreven. Daar zijn allemaal interviews met oudspelers van Heracles. En nu sluit ik af met Almelo, ik heb je lief. Als u nou een reclamespotje mocht maken voor mensen die voor de eerste keer in Almelo komen wonen, hoe zou dat spotje dan eruit zien? Het zou in ieder geval het groen van Almelo allemaal laten zien, want we hebben een prachtig natuur natuurlijk om Almelo. We hebben fantastische gevels, dus, en er is van alles te doen. Staat er alweer een nieuw boek op stapel? Nou, dit boek is Almelo, ik heb je lief, is net uit, maar misschien komt daar een vervolg op. Waar kunnen de mensen het boek kopen? Het boek kan digitaal gekocht worden via internet, via Heijink. En daar is het een winkel en daar kun je het kopen. Zo, vissen van de water.
Je bent nu meer dan een jaar in Almelo. Hoe bevalt het? Ja, superleuk. Ja. Ik heb het naar mijn zin. Toen jij hier binnenkwam, toen hebben we ook met elkaar gepraat. Toen heb ik tegen jou gezegd, geen mens kent Sylvester van der Water. Wat zei jij toen? Ik zei, dat klopt inderdaad. En daar moest verandering in komen. En dat is neem ik aan wel gebeurd. Je bent tevreden met zoals het op dit seizoen, in dit seizoen gaat? Ja, zeker. Ja. Ik ben nu gewoon een basisspeler. En op momenten ben ik gewoon heel belangrijk voor het team. En daar ben ik wel blij mee, ja. Is het als buitenspeler moeilijker om een doelpunt te maken dan bijvoorbeeld Cyril Dessers? Ja, dat denk ik wel. Ja. Als spits zijn ben je toch nog veel meer voor de goal. Want je bent eigenlijk gewoon in het midden. Dus dan weet je dat je bij de goal bent. Als buitenspeler ben je vaak nog aan de zijkant. Als buitenspeler moet je eigenlijk gewoon veel assisten geven. En ook doelpunten. Maar ik denk op dit moment dat een spits wel gewoon vaker kan scoren. Als jij een doelpunt maakt, dan uit je je ook op een hele aanstekelijke manier. Ja, natuurlijk ben ik gewoon altijd blij als ik een doelpunt maak. En ik zeg altijd, daar hoort je gewoon bij te juichen. En dat wil ik dan ook doen. Op alle fronten ben je tevreden in Almelo? Ja, het is natuurlijk wel een stukje anders hier dan waar ik vandaan kom. Maar ik begin steeds meer te wennen, dus het wordt ook steeds leuker hier. En weet je dat iedereen op jou rekent komende zaterdagavond tegen Emmen? Dat zou best kunnen inderdaad en dat hoop ik zelf ook, ja. Succes. Dankjewel. Cyril Dessers, je bent nu een paar maanden in Almelo. Wat is het verschil tussen Almelo, Utrecht of misschien wel België? Het verschil. De gelijkenis is dat ze alle drie wel heel gezellig zijn. Maar ik moet wel zeggen dat het hier wel heel gemoedelijk is. En dat je wel merkt, het is iets kleiner dan bij Utrecht. Maar het is wel echt heel gezellig, moet ik zeggen. Ik ben hier heel graag. Ben jij tevreden over de competitie tot nog toe? Eigenlijk wel. We hebben belangrijke wedstrijden gewonnen, waar we er echt moesten staan. En we zijn een heel jonge ploeg. En je voelt gewoon aan alles dat wij nog moeten groeien en beter moeten worden. Maar dat merk je ook dat die stijgende lijn erin zit. En ik denk als we die kunnen doorzetten, dat we zeker nog goede resultaten gaan halen. En dan kunnen we gewoon laten zien dat we een goede ploeg hebben. Ik proef een beetje aan jouw woorden het feit dat wat er in het verleden is gebeurd, hè, je praat net over de spelers die weggegaan zijn, dat jullie dat eigenlijk al helemaal achter je hebben gelaten en alleen maar leven voor de ploeg die er nu is. Ja, tuurlijk. Ja, nee, kijk, ik zeg, de vraagtekens die er waren voor het seizoen, die kwamen vooral van...